Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we mijn reading journal up-to-date maken voor de maand mei. Mei was een goede maand, jongens. In mei heb ik veel kunnen lezen. Ik ben niet geheel blij met alle boeken die ik gelezen heb. Maar er zitten ook wel een paar goede tussen. Ik had alleen niet erg veel inspiratie. Of nou ja, enigszins de inspiratie dat ik deze keer kleur wou gebruiken. Want als ik door mijn journal heen blader, valt het me op dat ik heel weinig kleur gebruik. Dus ik dacht, laat ik iets kleurrijks doen deze keer. Laten we eens een keer deze stickers gebruiken die ik al een tijd geleden bij de Paper Gang heb gekregen. Laten we die keer toepassen. Waarom niet? Daar komen de kleuren vandaan. Hoe ik erop kwam? Geen idee. Wat me bezielde? Geen idee. But it is what it is and we're gonna stick with it. Ik weet het, echt heel erg. Die dingen gebeuren wel eens. Ik bedoel, hè, moet kunnen. Maar waarom mij een goede maand was, het was niet alleen af en toe dagen goeie weer, maar ook af en toe dagen echt heel erg rot weer. En dat zijn bij mij echt de beste dagen dat ik wil lezen. Als de zon goed schijnt, dan wil ik lekker in het zonnetje zitten en de laatste zonnestralen nog meenemen voor het einde van de dag om is. En als het echt keihard regent, dan heb ik helemaal nergens zin in. Behalve met een pleedje op de bank zitten en een boek. Dus ja, laten we maar eens gewoon een beetje hebben over de boeken die ik heb gelezen. Een van de eerste boeken die ik deze maand heb gelezen is The Upside of Falling van Alex Light. En dit is een hele fijne easy read. Valt in de categorie young adult. Het boek start met een neprelatie, dus hè, altijd een trope die vaak gebruikte boeken, maar die altijd ook al heel erg leuk is om te lezen. En ja, het is gewoon echt een leuk boek. Een palate cleanser, laten we het zo noemen. 3,5 sterren van 5 toch wel. Dus als je ook een beetje zo'n young adult terug naar je roots wil, zeker aanrader. Daarna ben ik in een serie gestapt. En deze is van Jennifer L. Armentrout. En dit is een trilogie, zeg maar. Storm and Fury, Rage and Ruin en Grace and Glory. En ja, ik heb ze in het Engels gelezen, want die waren beschikbaar. Dus ja, we lezen wat we hebben. Het is een serie wat zich afspeelt in een wereld dat demonen gewoon onder ons zijn. En dat er beschermers zijn op de wereld die ervoor zorgen dat wij in ieder geval afweten dat ze op de aarde zijn. En dat ze ons kunnen beïnvloeden. En dat het wel een beetje de basic is. Het heeft daarnaast, de hoofdkarakters zijn erg likable. Er zit ook genoeg romance on the side bij. En ik moet zeggen dat een van de side characters me echt het meeste aansprak, maar er is gewoon, ik heb iets met slechterikken. Zolang ze een beetje bad boy zijn, zwart haar hebben, of tenminste wat kantermaat bij in een pak, altijd goed. Op zich wel een leuke serie. Amatal 3 van 5 sterren. Niks mis mee. Niet echt een serie die ik opnieuw zou lezen, maar wel een serie waarvan ik blij ben dat ik hem heb gelezen. Ik kom toch automatisch weer terug in die hele fantasy sferen. Ik kom hoe dan ook elke keer weer terug. Zeker de afgelopen tijd. En dit is er zo eentje die er absoluut tussen past. En je hebt er gelijk 3 boeken die alle 3 al uit zijn. Wat wil je nog meer? Zodat je in 1 keer door kan lezen. Dat is een van de fijnste dingen die ik vind. En dadelijk snap je waarom dat een van de fijnste dingen is. Want er komen dadelijk bij de volgende boeken. En dan snap je hem. Ik laat me ook af en toe inspireren door wat ik voorbij zie komen op BookTok / Instagram Talk of Bookstagram, hoe je het ook wil noemen. En daardoor kwamen we bij deze volgende boeken uit. En ja, deze werden zo erg upgehyped en goede spice en romance, smut, mensen, moet goede aanraden, lalala. Dat is deze, The Never King. En het vervolg erop, The Dark One. En iedereen was er zo enthousiast over dat ik dacht van, ja, oké, ik bestel ze gewoon. Ze zijn allemaal zo enthousiast over, dit moet iets goed zijn, dat kan niet anders.
Ja, dit is een van die momenten dat ik eigenlijk dom ben en echt had moeten kijken wat precies de trigger warnings zijn die bedboeken te maken hebben. Dat is iets wat ik echt iedereen aanraad. Lees even echt goed van tevoren of er eventuele trigger warnings zijn. Je wil niet een boek lezen waar je alleen maar van upset wordt. En daarom geef ik deze twee boeken ook echt wel 2,5 van 5. En dat heeft meer te maken met... Het viel voor mij echt tegen van hoe het verhaal liep. Het is een soort retelling van Peter Pan. Een meisje binnen de familie wordt altijd op dezelfde leeftijd uit huis gekidnapt en meegenomen naar Neverland. En daar zit ze vast. Laten we het daarop houden. En ja, het boek had een hoge spice-gehalte. Maar het is wel een specifieke soort spice. En het is niet het soort spice waar ik van hou. Het is een reverse harem. En het hoofdkarakter, ik vond haar gewoon zo irritant. Dus het ging niet. Het ging gewoon niet. Dus vandaar de 2,5 sterren maar. Niet per se dat ze echt... Het is goed gelezen. Goed geschreven. Wauw. Maar gewoon niet mijn soort boeken. Hierdoor wou ik iets nieuws. En toen kwam ik in deze boeken tegen. Namelijk The Beautiful and the Damned van René Adjei. Ook weer Engels. Sorry. Maar dit waren boeken die ik al een tijdje op mijn To Be Read lijstje had staan. En ik was blij dat ik deze eindelijk had gevonden. Het heeft vampieren. Het heeft weerwolven. Wat kan er fout gaan? Ik bedoel, hè? Terug naar je jeugd zelf, tenminste in mijn geval. Hè? Ik dacht, yay! Retelling van Twilight, alleen in een andere tijdsperiode. Zoiets op zich wel. Nee, grapje. Het is niet zo... Komt niet in de buurt van Twilight. Maar wel echt een goede easy read. 3,5 sterren. Ook nog een kleine mention is, ik heb ook het Maybe Now boek van Colleen Hoover gelezen. Dit was de laatste van die ene serie die ik afgelopen maand had gelezen. Ik snap dat je happy endings wil. Maar dit happy ending, dat was iets te happy voor mij. Verder is het wel een goed boek. Het is een manier om een serie af te sluiten. But that's about it. Toen kwam ik in een andere serie terecht, ook een trilogie. Ook Reverse Harem. Ook flink upgehyped door BookTok. Dat is The Cruel Prince, Princess, Vicious Queen en Savage Knights van Gillian Frost. En dit is ook weer zo eentje waar ik niet van tevoren de trigger warnings had gelezen. Ik hou wel van, op zich een beetje fout mogen de mannen wel zijn. Een beetje bad boy. Maar dit was geen bad boy. Dit was gewoon, er zat een psychopaat tussen. En het ging voor mij echt goed te ver. En het was af en toe ook echt niet al te best geschreven. Deze krijgen echt voor mij maar 2 sterren voor de hele serie. Ik heb het wel uitgelezen. Want ik ben wel die persoon die denkt van, misschien is er nog hoop. Misschien gaat ze het beter doen, maar helaas. En dan komen we al bij de laatste 2 boeken die ik in mei heb gelezen. En dat is De Erfenis en De Verloren Erfgenaam van Jennifer Lynn Barnes. En dit is wat ik bedoelde met dat ik erin getuimd ben. Ik dacht echt dat deze al compleet was. Dat alle 3 de boeken uit waren. Maar nee, boek 3 komt pas augustus uit. Volgens mij is het uit mijn hoofd. Het is echt een goede serie. Echt 4 sterren wat dat betreft. Het feit dat ik op deel 3 moet wachten vind ik echt super irritant. Het heeft puzzels, mysterie, onverwachte wendingen. Echt een dikke aanrader. En ik weet het, hij valt officieel onder young adult. Maar moet je echt gewoon scheid aan hebben. Ik ben echt type van, mij boeit het echt niet meer dat ik young adult lees. Ik lees young adult, ik lees new adult, ik lees romans. Het boeit me niet. Ik lees alles gewoon wat me interessant lijkt. Klaar. Zoals altijd doen we ook even kijken of er nog wat dingen toegevoegd kunnen worden aan de A tot Z. En we konden door Vicious Queen de V in ieder geval afvinken. Dus dat is in ieder geval iets. Toch? Dus het is in ieder geval iets. In ieder geval, in mei heb ik in totaal 14 boeken gelezen. Netjes toch? En mijn favoriet van deze maand was denk ik dan toch wel De Erfgenaam van Jennifer Lynn Barnes. En dat heeft meer te maken met het feit dat het de start van de serie is. Dus ja, leuk. Laat ik jullie nog even alle pagina's helemaal klaar zien. En dat was hier weer voor de maand mei. Iets later online als gepland.
Maar dat kwam doordat het goede weer er voorbij kwam en ik toch koos om boeken te lezen. Ja, verrassend. En te verbranden een keer, omdat ik dacht, ik kan wel zo in de zon liggen. Anyway, dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaak zien, doe dan ook vooral abonneren op mijn kanaal. Heb je nog aanraders van boeken die ik moet lezen? Laat die dan ook vooral hieronder in de comments achter. Tot de volgende keer weer. Doei!